Het college heeft de Aldi in Werkendam toestemming gegeven te verhuizen naar de Werkina. Dit grasveld moet plaatsmaken voor de nieuwbouwplannen van de supermarkt. Momenteel is de supermarkt nog gevestigd aan de Floreffestraat in Werkendam. Op de huidige locatie heeft de supermarkt geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Het college geeft aan de afgelopen jaren diverse locaties te hebben onderzocht, maar die bleken allemaal niet geschikt. De buurtbewoners aan de Werkina hebben ons laten weten het niet eens te zijn met de plannen. Zo ook deze buurtbewoonster die er recht tegenover woont. Ja, ik ben er niet blij mee. Het is enorm handig, een winkel vlak naast de deur. De winkel die was daar vlakbij, dus dat was goed zo. Ja. Maar hier, ik bedoel, die kinderen bij de zwembad, dat is toch levensgevaarlijk. Die kinderen, moeten zomers dan fietsen ze daarheen. Nou, en dan komen die vrachtwagens hier allemaal in dat kleine straatje. Waar lijkt dat op? Lijkt nergens op. De tennis zit hier, basketbal gaat dan weg dan, maar die anderen zaten hier allemaal al. Ja. Het college geeft aan samen met de initiatiefnemer in gesprek te gaan met de omwonenden. Ook gaat de gemeente in gesprek met mensen van de kermis en de Oranje Vereniging, die ook gebruik maakte van deze ruimte. Degene die gaat over de evenementen bij ons, die heeft een melding gemaakt dat het evenement weer aan zit te komen volgend jaar. En wij hebben vrij snel daar een reactie van de gemeente op gehad dat die plannen er waren. Dus wij wisten het al wel eerder dan dat het publiekelijk werd gemaakt. De Oranje Vereniging zelf denkt ook al na over een nieuwe locatie. Nou, wij hebben zelf het idee, de ijsbaan zou eventueel een optie kunnen zijn. Zal er wel wat veranderingen moeten gebeuren aan de baan, zoals een verharde onderweg. Zodat de kermis er kan staan in de tent, dat het niet kapot gaat. Ik denk ook dat er een hoop voordelen zijn voor andere verenigingen, zoals de Olympia, de ijsbaan. Als het verhard is, ze kunnen in de winter een laagje water erover laten lopen en het is veel sneller bevroren, dus je kunt eerder schaatsen. Het zit ook vlakbij de Kozakken Boys. De Kozakken Boys kan er ook zijn voordeel mee hebben, zodat ze ook daar kunnen parkeren. Dat zijn onze ideeën, maar in principe, wij hoeven hier niet weg, wij vinden dit een prima plek. En we wachten maar af waar de gemeente ook mee komt. Het basketbalveldje, wat Virtus enkele jaren geleden heeft geopend, verhuist naar de Floreffestraat, waar momenteel de Aldi gevestigd is.